2008 tijdens het Havergilde diner. En dan wordt elk jaar wordt er altijd iemand uitgeroepen tot de winnaar van de havenpenning. En ik had er totaal geen notie van, totaal geen rekening mee gehouden. En tot mijn verbazing zag ik een hele grote foto en toen bleek ik het te zijn, 2008. Ja, en geen speech in de binnenzak. Maar je moet wel naar voren toe. Dus ik ben naar voren gegaan en denk, ja, hoe moet ik dat redden? Toen heb ik gezegd, deze hele mooie penning. Ik zeg, vroeger, als men schepen ging bouwen, ging er altijd een munt onder de mast. Als we tegenwoordig een schip bouwen, dan gaat er een munt in de kiel. En deze penning, die bestem ik voor om onder de eerste heipaal van de nieuwe sluis te leggen. Nou, de zaal, groot applaus en zo, vonden ze een heel mooi idee. Goed, de tijden die gaan door. Er was nog geen bouwer bekend toen. En toen bleek dat de open ei een hele andere methode zou gebruiken. Dus geen heipalen. Dus ja, de penning kon ik dus niet kwijt onder een heipaal. Tot Rijkswaterstaat me uitnodigde om bij de eerste betonstorting van de buitendeur, van de westdeur, om de penning alsnog in het beton te gooien. En dat hebben we met een mooie kleine ceremonie gedaan. En zo heb ik mijn belofte waar kunnen maken.